Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, hallo allemaal. En leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ja, ik heb niet veel meer gevlogd. Het is inmiddels al donderdag. Zo. Terwijl mijn neus ineens begeef. Maar het is donderdag en ja, ik heb niet veel gefilmd. En als ik gefilmd heb, is het in ieder geval niet veel. Ik had geen inspiratie meer. Ik had geen zin om te filmen. En elke keer hetzelfde te filmen, dat is nou ook niet echt leuk. Ik krijg trouwens ook hele rare tweets en retweets van, ja, van filmen. Ja, van vlogs van een ander. Daar krijg je ook hele rare tweets en retweets van. Dus vandaar. Dus ik ga nou even lekker wandelen. Ik ga lekker de trap naar beneden. En dan ga ik even wandelen doen. Ik ga trekken een milkshake. Ga even een milkshake halen. Hoppa. Nou, weer even die gevaarlijke trap af. Voor mij viel er een ontsteker net op de grond. Ik was de ontsteker laten vallen. Ik kan hem niet meer vinden. Waar is mijn ontsteker? Zo, gaan we even mijn schoen aantrekken. Hoppa. Zo, ik ben nu al buiten. Ja, de laatste dag. Morgen dan gaan we weer richting huis. Ik weet niet of ik dat nog ga filmen. Maar dit is ons huisje. Dat is mijn kamer boven. En dan gaan we zo morgen alweer naar huis. Het is hard gegaan. Maar we hebben eigenlijk lekker niet veel gedaan. Lekker rustig aan. Lekker op je gemakkie. Lekker alles op z'n 11:30. En we wouden nog naar Duitsland toe. Maar dat is ook niet doorgegaan. Dus ja. Het zit er bijna weer op, de vakantie. Het zit er weer bijna op. Ik trek in een milkshake. Gaan we lekker aardbeienmilkshake halen. En ja, daarna gaan we nog even wandelen. Ik weet nog niet wat we gaan doen. We gaan wel even kijken. Dadelijk vanavond opnieuw voor de laatste keer in bad. En dan ja, zit het er weer op, jongens. Dit is nog even een beetje de omgeving. Kijk. Mooi hoor, hier zo. En hier is dat, grasveldje. We hebben bijna alle huisjes hebben we gehad. Van 38 tot 37 en nu 36. We hebben 3 huisjes op een rijtje gehad. En het is nou eindelijk een beetje lekker weer. Het zonnetje schijnt zelfs nog. Dus ja, dat is wel te doen, hè. Ja, heb je dat? Oké. Okay. Nou, eens kijken waar moe blijft. Oh, dat komt zo. Dus dan gaan we even lekker een milkshake halen. Zo, en een lekkere milkshake erbij. Nee, nog niet. Nee, hij is nog niet op. Nou, dan gaan we weer over het brugje. Ja. Over het brugje heen. Dit hebben ze echt helemaal moeten stutten helemaal. Dat het helemaal kapot is. Het is allemaal van die winter hier ook, in de midden. Dat is niet gezellig. Hier rechts. Ik wil er even wandeling zo rechts doen.
Oh, en mijn batterij is bijna leeg. En het is nog maar de eerste batterij die ik erin gedaan heb. Kun je nagaan hoeveel ik gefilmd heb. Helemaal niks bijna. Oh. Bemoei je er ook maar even mee. Wiep. Ja. Het is helemaal dichtgegroeid, joh. Vroeger was dat open allemaal. Deze hoge struiken die waren er toen nog niet. Kon je nog een beetje kijken zo. Het is gewoon helemaal dicht. Ze doen er helemaal niks meer aan. Ja. Oh, het is nog steeds verkouden. Maar ja, het is echt helemaal dichtgegroeid. Vroeger was dat echt minder. Maar toen was mijn muk zo op. Hij is niet mooi. Is niet mooi. Vroeger had je hier nog, kon je nog wel echt lekker wandelen hier. Oh. We zijn toen nog een keertje helemaal daarheen gelopen. Bij die bosjes daar zo helemaal. Daarachter helemaal. We zijn toen nog eens een keer helemaal gaan wandelen. Toen dacht ik nog dat er een man stond. Toen dacht ik dat er een man stond. En dat bleek een of andere vuilniszak tegen een hek aan te zijn. Hè? Nou, vraag ik de wespen. Oh, dat schiet ook niet op. Nee. Hier hoeven we niet meer te lopen. Het is gelijk de laatste keer geweest dat we hier geweest zijn. Dit stuk lopen. Het is echt helemaal niks meer. Normaal kon je echt hier lekker wandelen. En dan kon je zo... hier nog naar het water kijken, maar het zijn allemaal struikjes zijn het allemaal geworden. Het is echt helemaal niks meer van over. Nee. Hier heb je nog een stukje wat wel open is, maar het is gewoon echt helemaal dichtgegroeid. Nee, het is niet meer zo mooi als dat het eerst was. Ja. Je kan dingen laten groeien. Je kan dingen laten groeien voor de natuur, maar dit is dit maakt het er niet echt mooier op. Toen we hier pas kwamen, had je een strandje. Ja, strandje gingen we hier met de hond dat het. Dat laten ze helemaal dichtgroeien. Ja, nee, we lopen terug. Het is helemaal niks meer. Het is helemaal over en uit. En we zijn toen nog eens een keer helemaal tot Taro gelopen. Ja, dan die bosjes daar zo. En dan daar aan de overkant was er ook een bos, maar daar kon je niet in. Nee. Er is helemaal niks meer van over. Een hek. Nee, natuur, dat, je kan dingen laten staan tot het blijft groeien voor de natuur. Maar dit is, dit hebben we er niet mooier op gemaakt. Dat mogen ze van mij wel weer kort maken zoals eerst. Een beetje onderhouden, want dit is het gras ook. Het gras wordt ook helemaal niet meer bijgehouden. Voor mij laat dit gewoon helemaal verwilderen. En doen ze er niks meer aan om. Jee, dat is slecht zeg. Nee, dat is echt jammer dit. Echt wel even een jammer momentje. Hier hebben ze al huur, hadden ze zelfs ergens nog een strandje hadden ze. Ging dan met de hond nog wel eens wandelen. Ging de hond erin. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we er weer zijn sinds dat de hond dood is.
Ja, normaal gingen we hier altijd met de hond altijd wandelen. Dat was wel altijd lekker, maar ja, de hond is natuurlijk 2 jaar geleden overleden. Dus er is helemaal niks meer. Dus je kunt daar nog wel wandelen, maar ja, met de hond erbij is het toch een stuk leuker. Nou, kom ik hier dadelijk weer bij dat bruggetje uit. Nee, dat is niet leuk meer, dit. Nou, je kon niet aan alle vier de kanten kon je lekker lopen, maar... Het is niet meer zo als het is. Dit is wel mooi trouwens, vind ik. Kijken. Dit vind ik wel mooi. Zo die boom zo op die heuvel. En dan allemaal van die gras dingen er allemaal uit en zo. Dat vind ik wel weer mooi. Ik denk dat het hier was, dat strandje eerst. Dat was hier ook. Op deze plek, ja, dat is al jaren weg, ja. Alleen de eerste keer. Ja. Hier ook bij een of andere dam of zo. Kijk, zie je? Het water stroomt aardig hoor, hé. Zie je? Kijk, dit is de woonkamer van dat nieuwe huisje. Dit is de woonkamer. Nog een grote leren bank. En hier ook. Vanaf hier kan je het haast niet zien. Oh wel, hier heb je ook veel stoppen, leegloop. Luchtmassages, hetzelfde als bij ons. Zie je? Ja. Nog een sauna hier, daar zit nog sauna. En hier het bubbelbad. Dat is toch niet leeg? Ja, vul stop, leegloop, nee, watermassage, luchtmassage. Dat is ook een douche. Ja, hetzelfde als dinges. En daar is ook een aparte douche. Ja. Grappig. Zie je? Ik heb alleen nog een ding hier dat je eigen vast kunt houden. Ja, dat is het huisje. Wat grappig. Ja, die dingetjes die moet je dan toch doen. Kun je een beetje... Ja, omdat je helemaal open zit. Bij ons zit je niet open. Nee. Bij ons hebben geen ramen erin. Ga eens weg. Deur. Ga eens weg. Ja, dat is wel mooi. En dan hier ook. En dan hier paardje er tussendoor. Tussen duisjes door. Dan heb je hier de zijkant. Hier zet je je auto neer. Maar wel leuk. Wat heb je hier dan ook nog? Hier kan je je auto kwijt. Wat grappig. Nou, huisje nummer 6. LV06. Die stond toevallig leeg. Ik denk, hey, gaan we dat maar filmen. Lijkt me wel grappig. En dit is het nieuwe huisje van Marveld. Een groot gordijn ervoor. En hier kan je nog eigenlijk beter het bad zien. Hier het bad. Hier een trap naar boven. Daar hebben we ook nog slaapkamers. Erg grappig. En een deurbel. Ja. Leuk huisje, maar niet voor ons geschikt. Mag er niet roken en geen huisdieren. Dus het is niet eens een huisje voor ons. Maar het ziet er wel grappig uit.
Ja, hij is hier niet meer dus. Zo mensen, en dit is de laatste avond. Oh, ik ga dood. En laatste avond en ik zit even lekker in het bubbelbad, lekker hoor. Ik ga nog even voor de allerlaatste keer. Morgen is het afgelopen en dan ga ik weer naar huis toe. Dus zit het er weer op. Nou, ik heb niet veel gefilmd. Valt echt tegen. Ik heb echt heel weinig maar gefilmd. Maar ik weet ook nog niet of ik het in één vlog ga doen of in meerdere vlogs. Dat zien jullie allemaal vanzelf wel. En we gaan het wel zien. We gaan het wel meemaken. Zo, nou, dat was de boer vandaag. Of dit jaar zelfs nog. Nou, dit was de laatste keer in het bad, in het bubbelbad. En het is nou afgelopen, jongens. Je verpest heel mijn shot. Je verpest heel mijn shot. Nou, dat was hem, jongens. Hij gaat voor de laatste keer, ga ik hem leeg, loopt hij leeg. Voor de laatste keer loopt hij leeg en het is voorbij met de pret. Het is afgelopen. 3, zo. En dat was de laatste dag hier in Marreveld. Ik ga naar bed toe en morgen dan ga ik weer naar huis. Ga ik weer naar Spijkenisse en is de vakantie afgelopen. Ik heb niet veel gefilmd. Ik heb de eerste deel heb ik pas klaar. 362 van mijn vlogs. En ik moet nog heel veel editwerk gaan doen. Aan de andere kant heb ik ook niet echt veel gefilmd. Dus ik zal er best wel snel klaar mee zijn. Ik moet nog even kijken wat de planning is. En wat ik ga doen met de dagen. Van hoe ik dat ga ingeplannen. Maar dan kom ik vanzelf wel, komt dat allemaal wel weer goed. Ik ga de batterij opladen en dan ga ik telefoon even in de oplader gooien, al mijn spullen leggen hier. Tas is alweer bijna half ingepakt en dan ga ik slapen en morgen weer naar huis toe. Dan zit het er weer op. Snel gegaan, even lekker een week Marreveld. Ja, een week is zo om. Dus het is over jongens, het is voorbij. De vakantie zit er weer op, zo snel of zo langzaam dat de vakantie begon, zo snel is de vakantie alweer voorbij. Altijd, als het leuk is, dan gaat alles 3 sneller als normaal. Nou, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Old Tracks. Druk op het belletje, dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal. En ik zou zeggen, bye bye.